Vader Paul heeft langs de krijgsbaan in Hoboken een nieuw kruis gemaakt om zijn dochter Wendy te herdenken. Wendy was 25 toen ze begin dit jaar hier werd aangereden en het leven liet. Iedere week kwamen Paul en zijn vrouw Patricia hier bloemen leggen. Maar de afgelopen week bleek het kruis plots verdwenen te zijn. Mijn zoon is hier gepasseerd, hij moest naar het ziekenhuis en hij heeft mij gebeld. En hij heeft gezegd, mama, ons Wendy is weg. Hij was in alle staten. Ik heb gezegd, Nico, rustig. We komen direct naar de plaats waar het gebeurd is. En dan hebben we dus gezien dat ze weg was. Paul en Patricia vermoeden dat stadsdiensten het kruis hebben verwijderd. Maar bij de stad weten ze van niets. Wat er gebeurd is met het kruis is dus moeilijk te achterhalen. Maar Paul en Patricia begrijpen vooral niet waarom iemand het heeft weggenomen. Wie doet nu zoiets? Wie neemt mij mijn dochter af? Het is al niet genoeg dat ene persoon ze komen halen. Nee, dat nu nog het kruisje weg moet van mijn dochter. En wij hopen nu deze kruis dat dat mag blijven staan totdat er een bord komt te staan. Dat hopen wij. Dat is het enige dat wij nog zou kunnen doen voor mijn kind. Een officiële gedenksteen kan er pas komen in 2016. Paul en Patricia hopen nu dat het nieuwe kruis zeker tot dan kan en zal blijven staan.